Hallo, Robbie. Hallo? Zo. wat een beginsmakker. Ja. En ik ben nou buiten op de farm. Ik ben even wat wortels aan het planten, want we hebben een hoop wortels. En iemand wil er al gelijk uit ons huisje. Mee Zwart, ik zal hem gelijk eventjes uit het huisje laten. Zo, Mee Zwart, jij mag eruit. Oké, we hebben de deur gelokt. Doei, doei. Hij kwam even op bezoek. En na het intro gaan we verder met de boerderij. Tot na het intro. Ik sluit hem op. Samen overleven met Robbie en Vincent. Robbie? Ja? De farm is echt al echt heel biggie. Moet jij nog naar de grot toe? Want ik... Ik denk het wel. Even mijn spullen. Ja, dan moet je even tp'en. Wil jij eruit al? Ja. Kan jij daar niet je home zetten? Want ik heb geen... Jawel, want dan... Nee, dat ga ik niet doen. Ja, want je kan toch tp naar mij, omdat ik weet niet waar de uitgang is, dan kom ik ook niet meer thuis. Ja, maar dan kan je toch tp naar mij, want ik heb nog wel een home staan. Nee, zet jij maar de home hier. Nee, want ik voor de opnames niet makkelijk. Nee. Robby, ik heb een home, dus dan ga ik naar home als jij naar home wil. En dan tp je naar mij en dan zit je daar dadelijk weer via home. Maar het is dat... Ja, dan zit ik daar dadelijk de hele tijd vast. Nee, tuurlijk niet, want je kan toch later weer terug in je home neerzetten. Ja, maar als ik nou doodga, dan ga ik naar die god toe. Nou, lekker veilig. Ik kom er toch aan, api. Ben je... Moet je tp'en? Moment, ik heb heel veel eten. Ik heb 39 sugar gains, 38 wheat en seeds heel veel. En carrots heb ik er maar 1. Nice. Moment. Even mijn spullen. Heb ik nog genoeg spullen? Pickaxes. Ik heb een brood. Ik heb niet meer zoveel eten, Roy. Nee. Valt wel mee. Ik neem even een kippie mee. Een kippie. En 3 broden. En dan ga ik kijken of ik nog waardevolle spullen heb. Ik heb nog kool. Dat doe ik even in de... Oh, we hebben gold ingots. Dat zijn muntjes. Muntjes. Zo. Weet je hoeveel gold we hebben, Roy? We hebben een hele stack iron met 18 erbij. En we hebben 25 gold en 4 diamond. Nice. Nou, dat is wel nice, toch? Ja. Kom je hier? Ik kom eraan, moment. Even kijken of ik alles bij me heb, voordat ik daar weg ga. Want ik doe liever even wat dingen droppen, dat ik helemaal leeg en al bijna zo wat naar jou toe kan, om weer dingen te verzamelen. Oké, TPA Roy, daar gaan we hoor. Ik ben benieuwd. Accepteer maar. Wacht even. Ja? We hadden het niet aan elkaar gedaan, zeg maar. Och. Kijk uit. We hebben een stashje voor. Oké, nou dan kun jij weer weg. It's alright. En hier, waar kunnen we nou diamond vinden? Ik denk daar in die grot aan de overkant hoor. Ik ga de tonnels even wat proberen te hakken daar. Want er is allemaal kool hier, zie ik. Dat we zijn vergeten mee te nemen. Neem je dat toch mee? Nee, ja, we hebben genoeg kool, Henk. We hebben 4 ovens vol, zeg maar. Oh shit, maar dit is een mooie. Hier zit een mineshaft in de buurt waarschijnlijk, of niet? Oh, wie? Ligt eraan. Ja, ik weet niet. Kan van wel, kan van niet. Oké, ik ga proberen hier heel voorzichtig te minen. Want ik heb het gevoel dat hier... Hoe laag zitten we? We zitten op... Min 85. Maar je moet naar I kijken. Dat is de 12. Dat is nu 11. Oké, op ongeveer deze hoogte kan diamond zitten. Dus wat ik nu ga doen is even nog een klein beetje minen. Even op zoek gaan of we nog wat kunnen vinden. Want meestal ligt het langs de kant. Langs de zijkant moet je een beetje proberen hè, te minen. Oh, mijn pickaxe is kapot. Nou, geen wonden, geen probleem. We hebben nog meer pickaxes. En als die op zijn, dan stop ik weer met minen. Zo. Ik moet nog even die diamond vinden. Nog even een paar diamond. Vind je ook niet? Ja. Ik weet niet dat... Was dat een ja? Hoi? Ja. Was dat een ja? Nee. Je zei... Ja, ik denk niet dat ze zo allemaal in de buurt liggen bij elkaar. Nou, ik weet niet of je niet. Nou weer nog iets gaat vinden. Ja, nee, nou, probeer maar... Zeg nooit. Je weet dat er in één keer... Nee, niet nooit, ik zei... Je weet dat er in één keer iets ligt hier en je denkt van, hé, Roy. Ja. Ik heb nog steeds niet gevonden. Nee, echt? Je dacht dat ik het ging zeggen, hè? Wel, iron. Hoeveel iron hebben we nu? We hadden 1 stack en
18, hè? Ja. Mooi zo. Daar kan je misschien een schop mee maken ook. Misschien handig nog, hoor. Even één schop van maken van eieren. Denk je ook niet? Uh-huh. Oh, er is iemand dood. Sprint. Ik zit nou bij water. Bart, joh. Bij water vind je niks, hè? Het is alleen bij lava, toch? Maar kan je geen twee homes zetten, trouwens? Hè? Roy? Wat? Dat was een vraag. Kan je geen twee homes zetten? Heb je dat al geprobeerd? Weet ik niet. Zet home, home 2. Nee, je kent het set more than two homes. Dat zou nog beter zijn, hè? Als we dat in zouden stellen. Ja. Zo. En Dizzy hoorde mijn vraag al. We hebben echt bijna geen hout meer. Nee, dan nee. Kan je wat kan kappen. Of zal ik dat doen? Dat jij verder mined hier? Nee, ik wil niet minen. Ik dacht, ik doe het vrouwenwerk, doe ik. En ik laat aan jou over. Vrouwenwerk. Het vrouwenwerk. Kunnen we denk je nog in die mineshaft komen, denk je? Ja, toch? Denk het wel, hè? Als we gewoon Nou, als we een pad maken met toortjes, dan kunnen we daar toch makkelijk komen weer? Lijkt mij, of niet? Of wil je gewoon God volgen? Ja, daarom zeg ik. Dat zeg ik, aap. Nee, nou, je zegt toortjes neerzetten. Ja, dan kun je toch ook de toortjes, kan je via toortjes volgen, toch? Of is dat raar? Maar, al dat... toortjes neergezet, zeg maar, dus... Zeg maar. Ja. Ik heb wel eieren nog hier. Ik neem nog wat eieren mee. Voordat ik naar boven ga. We hebben wel genoeg gemined voor deze keer. Gaan we over 20 afleveringen nog wel een keer minen, toch? Laten we Erik gewoon minen. Hij moet zijn huur betalen. Hij moet zijn huur betalen voor ons. Oh. Hij trekt bij ons in. Ik denk dat hier wel diamond een ligt. Koe. Ja, die hebben we toch? Een koe? Nee, ik vind hier nog een koe. Oh, dus slok hem mee. Ja, koe. Maar ik heb geen wiet. In de kist. Ja, maar dan moet ik weer teruglopen. Wacht maar even, ik ben nog niet zo snel. Ja, moet je hebben, hè. De koe is ons... Dan kunnen we gaan met elkaar laten paren en dan hebben we daar koeienvlees. Toch? En dan moeten we sowieso de farm groter maken, hoor. Ik denk dat ik geen diamond vind, Roy, hier. Nog voorlopig even niet. Het is echt lastig, hoor. Ik denk dat je echt weer... Wat zeg je? Ik denk dat je op een heel andere plek moet gaan kijken. Dan... Ja. Nou ja, nou, dat weet ik niet, hoor. Het kan hier best in de buurt liggen, hoor. Want je weet niet waar het ligt. Want hier zit ik flink dicht bij lava, zeg maar. Ik kom naar jou. Oh, kan je dat aanzetten? Keep inventory true. Moet het nog dat even kan. Aanzetten. Ja, kan dat? Ja, wacht even. Ik weet niet hoe precies, maar... Oh, misschien kan... Moet je maar een keer de command uitzoeken. Waarom gooi je kip in de waardevolle spullen? Ik weet dat het waardevol is, maar... En hier zit allemaal wiet in. Kijk hoeveel wiet we hebben. Ja, hebben die maar ik had het niet mee, zeg maar. Ga je niet naar de koe? We hebben hem aangezet. Ga je niet naar de koe? Jawel. Oh. Heb je het aangezet, ja? Tof. Ja. De game rule is dat volgens mij, hè? Wat zijn ze allemaal hier bij die koe aan het doen? Die meiden staan allemaal om die koe heen hier. Ik weet niet waarom ze dat doen. Nou, we hebben 8 eieren in de hoop van zegen dat er nog een kippetje uitkomt. Gewoon, ja, eentje. Huh? Echt hoor. Wat is met zijn hoofd gebeurd? Oh, het is een misvormde... Wat? Roy, kom eens kijken. Oh my god. Kom eens kijken. Een gebroken nek, joh. Oh. Wat is dit? Nee, joh. Oh my god. Kan dat? Nee, het is gewoon even een beuk. Hij heeft een gebroken nek. Oh, oh kijk eens. Nou ja, oh. Wat apart. De koe aan. Dat is apart. Je gaat je de koe halen. Zal ik een hek voor hem maken alvast? Voor die koe zal ik alvast wat doen? Wat maken? Voor die koe? Ja? Best. Ja? Oké. Okay. Dan doen we dat met... Even kijken. Hekjes. Ik heb hier 22 hekjes. En dan pak ik een shuffle. Oké. Okay. Kom eraan. Ik ga wat moois maken. Zo.
Oh, ik heb nog eieren. Die gooi ik even in die oven gelijk. Zo. Ik hoor een kleine zombie. Dat hoor ik aan die hele hoge... Oh, waar komt hij? Waar komt hij? Ik ga schrikken daar. Weet ik nou al. Waar is hij? Waar is hij? Hij zit te loeren, hè? Op die kip elke keer, hè? Waar is die zombie? Ik vertrouw het niet. Oké, ik kan hem niet vinden. Oh, ik had dirt nog nodig, jongens. Oh shit, dan moet ik in de buurt van die zombie komen. Ik weet zeker dat hij hier ergens zit. Ik hoor hem nu. Waar zit hij? Oké, dan hoop dat hij niet komt nu. Zo, Rowie, heel de cobblestone chest zit vol. Lekker zeg. Rowie, leef je nog? Oh, je leeft nog. Gelukkig. Ik zorg maar bijna dood. Oké. Ik maak voor de koe maak ik een plekje. Dan hebben die ook nog een plekje. Ik hoop niet dat je er nu al bent, want ik ben nog niet klaar met die... Ik vind hem niet prachtig. Vind je hem niet? Ik heb wel een potje gevonden. En wat? Een? Wat heb je gevonden, Roy? Een god. Wat voor god? Een godje. Voor wat? Voor god. Wat? Wat? Een god. Ja, wat voor god? Een god. Wat voor god? Een god. Ja, wat? Gewoon een simpele... Er zijn helemaal geen diepe godden, zeg maar. Oh, en je hebt een diepe god gevonden? Nee. Oh, nou, wat is dan het nut van jouw commentaar? Vertel het ons. Je zegt welke god? Ik zeg, er zijn geen type grotten. Het is gewoon een god, zeg maar. Ik snap mijn schoonmoeder ook nog wel, maar... Oeh, ik schrik met de diepers. Oké, ik maak nog een farm erbij, zo. Met venshekjes. Alleen, hoe maak je ook eens een opening, Roy? Roy? Niks. Linkerkant en aan de rechterkant. Dan moet je... Ik hoor, je maakt je zin niet af. Ik hoorde niet wat je zei precies. Probeer het nog eens te zeggen. Aan de linker en rechterkant twee stokjes. En in het midden moet je hout. Ja, kijk, nu verstond ik het. Twee hoog, niet drie. Ja, ik heb geen volledig houtblokje. Ja. Stom. Ja, stom. Hey, Maxine. Oké, dat wordt weer hout te halen, jongens. Even snel. Ik hoor een zombie. Waar zit die klote minder leuke zombie? Ik zie die koe niet meer. Hij zat in een gat. Nou, lekker ben jij. Voortaan wie meenemen als je op pad gaat. Ja, hallo. Nee. Dat is al een gemiste kans. Nee, dat kon ik niet. Als we nog één koe hebben, dan hebben we een kwartetje. Hebben we een setje. Een setje. Hallo. Eten. Komt er niet uit. Wat? Koe. Oh, je hebt hem gevonden? Ja, ik heb hem. Oh, serieus? Oké, dan moet ik heel snel opschieten. Want ik nee, moet ik lieg, joh. Ik moet die venshek voor je maken. Dat je naar binnen kan. Maar de koe, die moet je sowieso over een heuveltje laten lopen, denk ik. Dus we hoeven helemaal geen fansekje, maar dat is voor ons misschien makkelijker. Oh shit. Please don't fall in that. What's up? What's up? What's up? What's up? Ik hoor serieus een zombie en ik ben echt bang dat hij op elk moment aanvalt. Kom, strontbeest. Jezus. Doet hij? Hup, gaan. Gaan met die banaan. Hij wil me niet meer achterna komen. Oh, je weg. Oh, stout hij. Hè? Even mooi maken, jongens, hier zo. Kijk, cobblestone. Lok hem maar even dadelijk in de originele cage. Dan pak ik hem dadelijk wel, lok ik hem wel anders. Jammer dat we die portal gun niet hebben als in Feed the Beast. Hè? Echt hè? Die zou eigenlijk moeten hebben, joh. Ik heb nog wat bloemetjes neergezet hier bij ons. Voor de opvulling. Oh ja, ik zou nog een sign maken. Dat was nog ook wel, wou ik ook nog heel graag doen. Voordat we de aflevering afsluiten. Een sign maken. Ik heb nu hout, dus als het goed is...
kan ik nu een poortje maken. Wat jij zei, een in midden en dan twee stokjes. Nou, dat doet maar meteen een babytje erbij. Oh, nu doet hij het, ja. Kijk maar. Wacht even, Roy. Ja, wacht even met die babytje maken, want anders moet ik nog meer koeien dadelijk naar de overkant brengen, Roy. Het is maar één baby. Ah, gelukkig wel. Oké, hoe krijgen we dat beest mee? Kan jij dat spul geven waar ze helemaal verliefd op zijn? Kan je dat spul geven aan mij? Ja, ik ben het halen. Ja. Eentje? Ja, hoeveel heb je er nodig? Drie dan? Of zo, want ik moet ze ook even wat geven nog. Ja, ik maar ben... ze hebben net gehad, dus ze hebben niet meer nodig, zeg maar. Ik heb wel eentje nodig. Maar ik pak ze wel eventjes, want jou moet wachten, moet ik jaren wachten. Ja, nee. Ik zit zo'n XP te vangen. Ik hoor een kleine zombie, Roy. Waar zit hij dan? Kan jij dat tuintje opvullen met dirt? Het oude tuintje. Wacht even. Zo, meiden. Bertha, je krijgt een nieuwe plek. Ik denk dat ze in de oude kelder zitten. Kunnen ze jumpen, die koeien? Nee, niet eroverheen. Wegkippen. Ja, koetje, kom. Die koetjes komen niet, alleen die rotkippen. Wat is dat voor stomme tijd? Alleen die kleine koe komt. Wacht. Ik maak hier een gat in het hek. En die koeien moeten we lokken, Roy. Lok jij de kippen met zaad? Lok ik ze, die andere met... Oh, wacht even, ik heb geen zaad. Kijk, het lekker wiet, jongens. Ja, ze komen. Oké. Venshekje. Zo, ja, ik heb ze opgesloten. Ik heb nog alleen een paar kippen. Die moeten we even... Heb je nog een zaadje voor mij, Roy? Ja, hier. Doe op maar. Ja. Kan ik het oppakken, denk je? Achter je. Meer. Achter je. Waarom... Wacht even. Ja, maar moet je een zaad uit je hand halen, anders kan ik die beesten niet lokken, Roy. Ga eens weg. Weg. Ik moet die beesten lokken, dus dan moet je even aan de kant. Ja, ik ben het toch aan het... ...meer nodig. Heb je dat opgevuld met dirt daar, zo achterin? Waar moet ik het opvullen? Bij ons oude tuintje. It's necessary. Waar is een gat dan? Bij ons oude tuintje, vraag ik. Oh, daar? Ja. Nee, weg koe. Nee, weg koe! Stomme koe! Alleen... Kijk, als jij nou wiet had, kon je die beesten weglokken. Ja. Teamwork. Roy, waar is ons teamwork gebleven? Nee, ik moet alles ruiken en dan... Nee. Kom je ineens aan met van, ja, je moet dit doen. Waarom doe je dit niet? Teamwork. Nee, ga maar lekker zelf even. Ik ben nou het tuintje aan het opvullen. Ja, met dirt? Oké, cool. That's the spirit, Roy. Vrouwen horen alles te ruiken. Oh. Jullie hebben geen meer taken. Dat is de enige taak die jullie hebben in het leven. Oké. Leuk. Ja, toch? Leuk dat je er zo over denkt. Een geintje, aap. Ja, nee. Oké, kijk eens hoe leuk het eruit ziet. We hebben twee boerderijtjes. En om de video af te sluiten wil ik nog even het mooie doen. Iets heel vets doen. Ik ga het gelijk doen. Dit plantje gaat namelijk verplaatsen naar deze hoek. En dan maak ik van dit en dit, maak ik een sign. En dan staat op. Hoe noemen we ons huis? Het past net niet. Oh, wauw. Hoe gaan we het huis noemen? Hoe noemen we het huis? Een mooie titel. I don't know. Ons villa-huis. Villa-huis Roby en Kroelbeer. Leuk zo. Kijk. Nou, tof jongens. Leuk dat jullie keken naar de video. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef een groen duimpje als je het niet leuk vond. En kijk zeker op Roby Games om ook haar perspectief te zien van deze video's. Dank nogmaals voor het kijken. En bedankt Roby voor deze inzet. En doei.